moesten we wat erover hebben. We moesten even door de zandstormen heen lopen. Maar dat was wel het meest spectaculaire moment eigenlijk om te zien. De zuidwesterstorm raast over Noord-Holland. Met windvlagen tot 140 km per uur is zelfs code oranje van kracht. Voor de IJmuidense fotograaf Michiel Kraai ideale omstandigheden om zich uit te leven. Veel mensen blijven binnen, jij niet? Nee, ik ga de juiste met dit soort dagen. Vind ik het wel even, even wel mooi om er echt te beleven en ook inderdaad foto's ervan te maken. Dat is, dat vind ik wel echt echt wel mijn ding. Michiel is staalmaker bij Tata Steel, maar werkt ook als semi-professioneel fotograaf. Vaak voor dagbladen en magazines. Vandaag geen opdracht, maar juist hier gaat zijn hart sneller van kloppen. De kick is dat je een mooie foto zou kunnen maken en het ook de hele sfeer gewoon even proeven, de wind, de mensen zien. Het is een uitdaging, het is iets wat niet alle dagen voorkomt. Verklaren ze je thuis ook wel eens voor gek als je met dit soort omstandigheden naar buiten gaat? Nou, niet voor gek, maar wel zo van, daar gaat hij weer. Ja, ben je tevreden? Niet helemaal, want ik had er meer van de storm verwacht. Ik had meer dynamiek verwacht, ik had meer golfslag verwacht. En dat bleef een beetje achter. Maar zoals ik al zeg, die zandstorm hier, dat was wel even mooi om te zien.